Een legging voor de leeuw. Voor het einde van het jaar. Ik ben weer terug. Terug van weg geweest. Ik ga weer regelmatig video's uploaden. En nu dus de eerste voor de leeuw. Voor het einde van het jaar. Eenzaam. Vernieuwen. donkere kaarten. Je bent toe aan wat nieuws. En het voelt als iets in de liefde, in de relatie, de relatiesfeer. Je bent toe aan iets nieuws. De relatie waar je nu in zit, is niet bevredigend, is denk ik het juiste woord. Het is niet genoeg. En je bent toe aan iets nieuws. Iets wat je nieuwe energie geeft. Iets waardoor je kan groeien. Waardoor je verder kan. Een super leven kan hebben. En niet zomaar een beetje je tijd uitzitten. Een schildknaap van zwaarde. De beker 7. En de staven 4. Je bent je opties aan het afwegen. Waar je nu zit in je relatie, zit je niet fijn. Je voelt je ook echt eenzaam, ook al ben je niet alleen. Ik heb het gevoel dat je niet alleen een partner hebt, maar ook één of meerdere kinderen. En als je je dan in een relatie, in een gezin eenzaam voelt, dan ja, zit er iets niet goed. En je bent al je bent al verder aan het kijken. Misschien heb je zelfs iemand ontmoet die je hart sneller doet kloppen. En met wie je dat nieuwe leven voor je ziet, dat geweldige leven. Het voelt alsof het is voorbestemd. Het voelt alsof als jullie samenkomen, dat er verder niks meer bestaat. Dat alleen jullie twee op de wereld zijn en samen zijn. Dat je met die persoon een lang en gelukkig leven kan hebben. En daar is de liefde, passie, vuur.
maar ook die groeimogelijkheden en dat fantastische leven wat je wil en waar iedereen recht op heeft. En niet zomaar wachten op het einde. Gewoon maar een beetje zo je tijd uitzitten. Totdat je straks 80 of 90 bent en terugkijkt en denkt van, was dat het nou? Dat is wel zo in de relatie waar je nu in zit. En met die nieuwe persoon zou je een heel ander leven kunnen hebben. En dat is wat je op dit moment behoorlijk bezighoudt. De koning van pentakels. En de kluizenaar. Ik moet hem vertalen vanuit het Engels. Je bent op dit moment alleen maar aan het nadenken. Dus er gebeurt nog niet zoveel. Je wil wel, maar zo'n beslissing neem je niet zomaar. Helemaal niet als er ook kinderen in het spel zijn. Maar je bent je aan het afsluiten. En je aan het afzonderen. Ook om na te denken, maar ook om alleen te zijn en om afstand te nemen. Wat nog nodig is, is de communicatie. Niet alleen binnen je huidige relatie, maar ook naar de nieuwe persoon toe. Die zich waarschijnlijk ook wat dingen afvraagt. Maar ja, als je er zelf nog niet uit bent en je weet niet hoe je alles moet gaan vormgeven, dan kan je ook weinig communiceren. Maar ik denk dat je diep van binnen wel weet wat je wil en wat je moet doen. En de zwaarde 3. Die opties van jou die je hebt. Je ziet er maar 2 op dit moment. Of je kiest voor jezelf en je hebt het leven van je dromen. Of en bij die optie hoort dat eigenlijk de rest van alle betrokken personen een gebroken hart hebben. Of je blijft. Of je blijft in je relatie waar je nu in zit. En jij hebt het gebroken hart. Alleen. sorry.
Wat je ook moet beseffen is dat als je voor die laatste optie kiest en jij bent niet gelukkig in die relatie, werkt dat ook door in je gezin. Dat voelt iedereen. En als je relatie niet goed is, dan je bent niet blij, je bent niet gelukkig. Dan voelt iedereen dat. Dan voelt je partner dat, dan voelen je kinderen dat. Het is niet altijd de beste optie. En het is niet egoïstisch om zelf gelukkig te willen zijn. Juist niet. Het is juist de bedoeling dat iedereen op de wereld gelukkig is en dat je voor jezelf kiest. Als jij zelf gelukkig bent, kun je ook anderen gelukkig maken. Als jij niet gelukkig bent, hoe moet je dan ervoor zorgen dat je kinderen gelukkig zijn? Hoe moeten zij voorbeeld aan jou nemen als jij niet gelukkig bent? Pentakels 4. En de dood. Je hebt het zelf in de hand. Als je wil gaan voor dat gelukkige leven, zoals dat voor jou voorbestemd is, om zo gelukkig te zijn, zul je wat dingen moeten veranderen en te beginnen bij je denkpatroon. Niet alles is het. Het is niet altijd het beste om hetzelfde te laten. Verandering is goed. En ik denk in dit geval helemaal. Op het moment dat jij voelt dat je niet gelukkig bent en dat je iets wil veranderen, dan is dat eigenlijk al het teken dat die dingen al in gang zijn gezet. En dan kan je nog zo hard proberen vast te houden aan hoe het was, maar het wordt niet meer zoals het was. Je groeit en je verandert. En je normen en waarden veranderen. En je wil groeien in het leven. En dat is alleen maar goed. Hoe moeilijk het dan ook is voor personen die er ook bij betrokken zijn. Ga kijken naar een mogelijke uitkomst, toekomst of een advies. De koningin van Pentakels. De zegenwagen. De zwaarde 5. Je gaat die keuze maken en zo te zien twijfel je ook of die nieuwe persoon die je hebt ontmoet, of die jou ook dat stabiele leven kan geven, of dat het alleen maar dat vuur is, die passie, maar dat kan zeker en al helemaal als je er zo voor gaat. Het is een hele lastige beslissing, dat begrijp ik heel goed. En het is ook moeilijk, want je laat heel iets achter. Je weet wat je nu hebt en je weet niet wat er gaat zijn in de toekomst. Maar dat geldt ook voor de oude relatie, niet alleen voor de nieuwe.
En als jij je verkeert in tweestrijd en dat is heel erg lastig. Maar je bent niet slecht om gelukkig te willen zijn. Dat is iets wat iedereen zou moeten zijn. En als het voor jou niet voldoende is, zoals het nu is, dan diep van binnen voelt je partner dat ook wel. Dat kan niet anders. Als er te weinig passie is, te weinig liefde, te weinig affectie, dan komt dat van twee kanten. En dan komt dat ook niet zomaar goed. En zoals ik het hier zie liggen, heb je met die nieuwe persoon echt die kans op een lang en gelukkig leven vol met geluk en liefde en alles wat je wil. Stabiliteit, geld, een huis, een mooie auto. Het ligt er allemaal. Dus een moeilijke beslissing, maar dat is niet iets om deze week al een beslissing over te nemen. Dus denk daar rustig over na. En wees eerlijk naar jezelf. En denk goed na over wat je precies voelt en of je echt tot je oud bent zo door wil blijven gaan. Of dat het beter is om misschien toch iets te veranderen nu je nog jong bent. Oké. Nou, succes. Dag.